Rolf Adriaanse. Nou, ik wil dus kinderen vertellen dat dit, die petfles die ook overal op straat zie liggen, dat eigenlijk de grondstof is voor de toekomst. Ja. En iedereen kent de plastic soep wel, het probleem daarmee. Ja. Daar wordt al heel veel aandacht aangegeven, maar ik vind het ook belangrijk om te laten zien wat je ervan kunt maken. En dan heb ik wat dingen mee, neem ik dan mee naar school voor het project. Ja. Van pet naar pret met led. Ofwel, we gaan eigenlijk in 3 stappen, gaan we een lamp maken, gemaakt van petflessen. Van de petflesjes van de kinderen. Want die is echt gemaakt door Tilburgse petflessen? Ja, die is gemaakt van 100% petflesjes. Alle petflesjes eindigen zo, in snippers. Okay. En dit is echt grondstof? Voor. Ja, dit is dus, nou krijg je echt de kinderen denken, hey, dit is echt grondstof. Ook in de beleving, gemaakt van die petfles die ik eigenlijk in mijn hand had, is nu snipper geworden. Dus je gaat eigenlijk van afvalstroom naar uiteindelijk grondstof en iets wat echt van waarde is en waarmee je iets kan. Ja, nou ja, dat gaan we dus letterlijk doen met die kinderen. Dus wij gaan, we vragen de kinderen om een petflesje mee te brengen. Dan gaan ze naar deze recycle fietsen. Tweede dag kom ik de hele dag. Mag ik eens? Je mag zeker fietsen, ja. Flink doorfietsen is de tip, want het is een stevig flesje. Nou, 3, 2, 1. Komt de slippers uit. Het zijn 6 scholen in Tilburg. En volgens mij is het voor alle scholen interessant. En er wordt ook al gevraagd vanuit het voortgezet onderwijs. Kunnen wij ook niet wat hier aan meedoen? Want ja, we hebben natuurlijk aandacht voor duurzaamheid, techniek, creativiteit. En probeer het op een pret manier, op een leuke manier te doen. Ja, want de landelijke overheid is eigenlijk bezig met wetgeving. Hè? Ja. Statiegeld op petflessen in te voeren. Ja. Jij wil daar niet op wachten. Nee, dat is ook de. Dat, ik denk dat statiegeld overigens heel veel op kan lossen. Hè? Dus laat vooral met statiegeld, ben ik voor. Mm-hmm. Alleen, kun je 2 dingen doen. Daarop wachten tot 2021, volgens mij is het voornemen. Of gewoon al iets gaan doen. Ja, en wat heb je gedaan? Wat ik gedaan heb, is dat van. Ik zag die petflesjes liggen. Ik denk, wat zou het mooi zijn als we die petflessen waarde kunnen geven? Ja. Als ze van straat worden opgeraapt. Dus ik heb de Plus Supermarkt hier, de Bestert, Plus IJzerstein gebeld. Wil jij 5 cent per flesje sponsoren? Ja. Ofwel, als ze bij mij een flesje inleveren, hier in de Business Hub, krijgen ze een stempeltje. Volle kaart is 50 cent korting bij de Plus. Ja. En dus mensen komen massaal, vind ik zelf, flesje inleveren. De doelstelling was 5000 om die lampen die je net gezien hebt, om meerdere lampen ervan te maken. Mm-hmm. En dan voor een kroonluchter voor in de lokhal, zodat meerdere Tilburgers het verhaal meekrijgen. Voor in de huiskamer van Tilburg. Ja. Voor in de huiskamer van Tilburg, past heel mooi. We hebben inmiddels 33.000 flesjes opgehaald. Je ziet ook allerlei redenen waarom mensen meedoen. Iemand met een AOW die zegt van, hey, die 5 cent is voor mij een lekker extraatje. Ja. Dan gaan ouders met kinderen die normaal zitten gamen, gaan nu s'avonds wandelen om petflesjes op te rapen. Goed, en mensen komen helemaal, het is dus, geeft heel veel positief. Het mes snijdt dus aan verschillende kanten. Juist, en dat is wel heel mooi merk aan dit initiatief. Wist ik dus van tevoren ook niet, hè. Ja. Maar het heeft ook een beetje een sociaal toevoegbaar. Ja. Dat mensen activeert om met een doel de straat op te gaan en iets op en dus Tilburg wordt schoner. Ja. En kunnen Tilburgers zich eventueel, als ze geïnteresseerd zijn in in jouw initiatief of ondernemers in de stad, kunnen zij zich dan melden bij jou? Ja. Of hoe werkt dat? Ja, als ze op een of andere manier willen bijdragen aan het petsparen, dan kunnen ze mij gewoon een berichtje sturen. Ik vind het leuk om in jouw gebied, wij spreken, een inlevenplek te zijn. Of ben je ondernemer en zegt, nou weet je, die 5 cent, die sponsor ik. Mm-hmm. Nou, dan kunnen we het volgens mij samen groter maken. Ja. En dan zien we wat er gebeurt. Ja, top.